Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. En leuk dat je weer kijkt. Ik heb afgelopen periode heel veel vragen gekregen over welke beautybehandelingen ik allemaal onderga. Nou, dat waren er natuurlijk bar weinig door mijn zwangerschap. En dat heb ik toch wel een beetje gemist. Wat ik met name gemist heb is een botoxbehandeling. Ik ben door mijn zwangerschap en ja, daarvoor twee miskramen zeker een jaar niet naar de botoxkliniek geweest. En ja, ik vind het toch wel leuk als die rimpeltjes die ik krijg nu ik 38 ben een klein beetje worden weggespoten. En nou ja, ik werk altijd met verschillende artsen, maar waar ik heel erg tevreden over ben is Faceland. Nou, Faceland is een keten, een botox- en fillerkliniek met heel veel vestigingen in Nederland, maar ook in het buitenland. En nou ja, alle klinieken staan onder supervisie van David Hamras. Een arts die heel mooi werk altijd levert. En ik had een afspraak bij hem proberen te boeken, maar hij was tamelijk volgeboekt. En als ik iets wil, dan wil ik meteen. En er is nog een dame waar ik heel erg tevreden over ben. Haar naam is Omaima. En jullie gaan haar straks ook even zien, want ik neem mijn camera natuurlijk mee. En als antwoord op jullie vraag laat ik eigenlijk een beetje zien, wat doe ik precies aan botox? Wat doe ik precies aan fillers? En natuurlijk ook de before en after die daarop volgt. Dus ik stap in mijn auto. Mijn moeder die past op Alexander. Want ik ga dit weekend ook even langs mijn vader. En ik maak meteen even van de gelegenheid gebruik om even wat quality time voor mezelf in te bouwen. In de crème. Ik ben inmiddels gearriveerd bij Faceland. Ik heb een afspraak gemaakt bij de vestiging op Schiphol. Dat was het dichtste in de buurt bij mijn moeder, die natuurlijk op Alexander past op het moment. En Omaima die heeft inmiddels crème op mijn jukbeenderen gesmeerd. Want ik wil graag dat er met fillers jukbeenderen worden gespoten. Dat kan tegenwoordig. Dus als je je afvraagt waarom ineens iemand jukbeenderen heeft, dan ja, die kan je tegenwoordig gewoon bouwen. En ik heb even alles met Omaima ook besproken. Ik zou graag botox willen in mijn voorhoofd, naast mijn ogen en in mijn kaaklijn. Kim Kardashian doet dat bijvoorbeeld ook. Zij spuit botox in haar kaken. En zo kan je ervoor zorgen dat je een wat smallere kaaklijn krijgt. Nou, wat zij ook doet is dat zij fillers spuit bij haar wangen. En door die combinatie van botox in de kaak en fillers bij de wangen krijg je zo'n hele mooie V-shape. En ik denk persoonlijk dat de Kardashians daar de grondlegger van zijn. En, of althans de arts van de Kardashians. En ik vind hun gezichtjes altijd heel erg goed gelukt. Dus ik heb tegen Omaima gezegd, kom maar op, dat wil ik ook. Nou, dit is dus Omaima. Spreek ik jouw naam goed uit? Zeker. En Omaima heeft mij vorige keer ook al behandeld. En daar was ik heel erg tevreden over. Dus die heb ik dus weer op verzoek kunnen boeken. En ze gaat nu even alles voor mij klaarmaken en ik ga tevens even de behandeling filmen en dan gaat zij even precies vertellen wat zij bij mij doet en waarom zij dat precies doet. Dat kan zij veel beter uitleggen dan ik. Nou, wat we vandaag gaan doen is Tamara graag wat meer volume wil in de jukbeenderen. We hebben samen gekozen voor Radiesse, dat is een product wat langer blijft zitten en wat ook collageenstimulatie geeft. Het alternatief is hyaluronzuur, dat blijft wat korter zitten, maar geeft ook wel veel volume. Dus het is een beetje waar je voorkeur naar uitgaat. Radiesse is over het algemeen ook iets prijziger, dus dat kan soms ook nog wel bepalend zijn voor de keuze. Daarnaast gaan we een aantal zones botox behandelen. We gaan de kaak behandelen, de kauwspier moet ik eigenlijk zeggen. Bij sommige mensen behandel ik dat tegen het knarsen. En Tamara wil graag een wat smallere kaaklijn. Dat is de reden om dat bij haar te behandelen. Verder de kraaibootjes.
gaan we behandelen. Het is de eerste keer weer na de bevalling, dus dat is denk ik altijd weer spannend. En de frons, dat geeft vaak wat meer rust. Goede behandeling tegen hoofdpijn. En het voorhoofd gaan we behandelen. Vaak zie je dat als je de kraaienpoten behandelt, dat er in het midden bij de neus ook wat lijntjes ontstaan. Die noemen we bunny lines. Die zullen we vandaag ook meenemen. Dat is denk ik het een beetje wel wat we, ja, wat we gaan doen. En wat Omaima altijd heel goed van mij begrijpt, is dat ik niet van natuurlijk hou. Daar houdt ze zelf wel van. Zeker. Maar ik vind natuurlijke rimpels vind ik helemaal niks. Ik wil het liefst zo glad mogelijk. En ja, sommige artsen werken daar niet aan mee, maar gelukkig Omaima wel. Oh, wat lelijk licht. Nu ziet iedereen hoe lelijk ik ben. Hoe lelijk ik eigenlijk ben. Oh. Nou, zo lelijk ben je niet. Ik denk dat iedereen lelijk is in dit licht. Okay. Even kijken, wat gaan we nu doen? Nou, ik teken het een beetje af. Dus ik probeer te kijken van waar het hoogste punt. Eigenlijk doe ik heel veel op het zicht in mijn werk. Maar soms is het toch handig om daar een steuntje bij te hebben. Ja, wat je eigenlijk zult merken is dat deze plooi ook verbetert. Hè? Dus we geven een wat lift van de jukbeen. Van de jukbeenderen. Wat ik wel probeer is om het niet te laag aan te brengen. Hè? Dus dat het echt, dit is zeg maar de zone waar ik de fillers op plaats. Uitzien als Kim Kardashian. Kan dat? Bijna. Nou, die heeft volgens mij ook alles aan de jukbeenderen en de kaaklijn en dingen laten doen. Ongetwijfeld. Ik denk dat er helemaal niks meer natuurlijk aan is. Ja, ongetwijfeld. Maar goed, dat geeft niks toch? Beter heel... mooi nep dan lelijk echt. De meeste mensen hebben een slaapkant. En bij jou, ik gok dat al deze kant is. Dat klopt, ja. Ja, precies. Hoe kan je dat zien? Nou, je jukbeen is wat platter. Oh, ja. Jezus. Nou ja, dat is geen ramp. Dus het is gewoon afgesleten? Ja, dus het kan beter. Nee, echt? Ja. Dus dat heb ik nooit geweten. Meer volumeverlies. Dus dat is ook de kant waar ik begin. Nou, dan zet ik een prikje. Oké, ja. Beginnen we even. Ja. Maar ik vraag het even iets lager. Adem maar even in. Ja, is gemeen. Ik heb ook een vriendelijk verzoek gekregen om je zo min mogelijk blauw te maken. Adem maar even in. Zijn we nu al aan het vullen? Nee. Oh, ik dacht... Ik dacht al... Dus ik moet eerst een toegang maken. Oh ja, oh, dat was het. Er komt een of andere staaf in mijn gezicht nu, hè? Eerst maak je gaatjes, geloof ik. Ja. Ja. Ik zie je angstig kijken vanavond. Ja, die naald is huge. Nee, ik ben niet bang voor naalden, dus het komt goed. Nou, we starten. Check altijd eerst even hoe het product eruit komt. Dat is in dit geval zo. Je hebt natuurlijk wel eerder IDS gehad, hè? Dus soms is het een beetje stug. Daar gaan we. Als dat heel erg onprettig is, dan moet je dat aangeven. Dan zie je eigenlijk de naald, hè? En zie ik meteen resultaat of kost dat tijd? Ja, vaak zie je wel gelijk verbetering inderdaad. Radius staat er wel bekend omdat dat wat zwelling kan geven. Dat kan soms wel een week duren. Dus het antwoord op je vraag is ja. Maar dat gaat vaak gepaard met zwelling, waardoor het effect ook wat extra kan zijn. Mm-hmm. Dus dat zal wel afnemen, het volume. Dat is wat ik bedoel. Het is eigenlijk een holle naald, hè? Die zegt overal langs moet bewegen. Omdat het je slaapband is, dan moet ik zo even beoordelen, kan het zijn dat ik hier iets meer radius in plaats. Oké. Okay. Zie je al resultaat of niet? Oh ja. Ja. Kijk even. Leuk, hè? Gaasje op je haar. Dat echt wat beter werken. Mijn moeder zou zeggen, wat haal je allemaal aan de hand, kind? Nee, mijn moeder had echt alles van zichzelf, dus op een of andere manier. Ik heb denk ik het gezicht van mijn vader geërfd.
Ze is echt een beetje aan het vullen. Een soort van cement lijkt het wel. En wat je ziet, hè, is dat Tamara deze kant is een stuk voller. Dat hadden we al gezegd, hè. Dit is je slaapkant, dus hier moet ik zo meteen, ik doe er iets meer in. Mm-hmm. Dus we verdelen het vandaag ook even anders. En wat heel mooi is, is echt wel een beetje trend, is de V-shape. Hè. Wat je hier heel mooi ziet, is de jukbenen zijn geaccentueerd. Omdat je echt wel een mooie kaaklijn van jezelf hebt. En dit is dus wat we met de V-shape doen. Hè. Ik lekker aan het bloeden. Er wat voor over hebben, jongens. Van. Oh ja, dus die is nu inderdaad wel wat voller en dat ga je nu ook aan deze kant doen. Ja. Zo, we zijn nu klaar met de fillers. En het is natuurlijk nog heel erg gezwollen en rood en dat moet allemaal nog even zakken. Zoals het er nu uitziet, ja, zo is het natuurlijk niet, hè. Straks, want dat is wel heel extreem. Maar we gaan nu verder met de botox. En nou, de botox bij mijn frons en in mijn voorhoofd en bij mijn kraaipootjes en mijn kaaklijn. Dus dan krijg ik echt zo'n V-shape. Dus dat mijn jukbeenderen zijn natuurlijk nu wat voller en dit wordt wat smaller gemaakt. En ja, dat vond ik vorige keer een heel mooi resultaat hebben. Dus we doen het gewoon dit keer nog een keer. Zo, nou, we gaan nu beginnen met de botox. Ja, we hebben drie. Ja. We hebben daar de eerste drie puntjes al gezet bij mijn wenkbrauwen. Fons maar even. Ja. Span maar. We behandelen eigenlijk met deze behandeling twee spieren. De spier die deze beweging maakt en de spieren die de wenkbrauwen naar kort krijgen. Even voorzichtig doen, want het mag niet te veel aan je make-up doen vandaag. Fons maar even. Ja, ontspan maar. Dit is echt een heel gemeen prikje. Oh ja. Oh, die is gemeen. Ja, die zit wel heel oppervlakkig. Oh! Goed opletten, kan je aan het ooglid krijgen. Wat kan je? Nou, het ooglid, als je daar niet goed oplet, dus je moet echt. Kom zo. Je moet echt oppervlakkig. Ontspan maar. Mm-hmm. Hartstikke goed. Oké, okay, ja. Ja. Oh, heb je een doekje voor mijn traantjes? Oh, helemaal aan het huilen. Ja, de kraaipoten. Oh, ja. Grondzwijnen. Of nog maar breed, sorry. Vind je wel wat gevoeliger dan de vorige keer? Ja. Breed lachen. Ja, ontspannen. Ik kan niet meer. Wat we maar voor over hebben, hè? Ja. Even je gezicht is ziek aan het doen. Zo pijnlijk, hè? Zo oppervlakkig. Oh, dat doet pijn. Nou, alsjeblieft. Zo. Mijn gezicht is inmiddels hersteld. En vandaag leek het me leuk om jullie mee te nemen in mijn avontuur tot het geven van een eerste hapje aan Alexander. Alexander is nu bijna 4,5 maand oud en hij heeft tot op heden natuurlijk alleen maar melk gedronken. En het advies van het consultatiebureau was om vanaf 4,5 maand, of ja, tussen de 4 en 6 maanden in ieder geval te beginnen met het eerste hapje. Nou, ik vind het best wel een uitdaging, want ik wil hem graag biologische producten geven, verse producten geven, maar dat betekent dus wel dat er elke dag elke dag gekookt moet worden en dat doe ik niet eens voor mezelf. Dus wat dat betreft wordt het wel een beetje een uitdaging. Alexander heeft net zijn melkflesje op, dus ik hoop dat hij een beetje zijn gemakje houdt. Wil je hier zien af? Pak maar. Pak dan. Doe maar. En
In principe is het zo dat ik in de eerste instantie door het consultatiebureau geadviseerd werd om normale aardappelen aan hem te geven in combinatie met een groentesoort. Maar ik denk persoonlijk dat zoete aardappelen gezonder zijn. Dus ik heb dan ook zoete aardappelen gekocht. En ik heb voor de eerste keer heb ik voor worteltjes gekozen. Biologische worteltjes. En om het allemaal een beetje te vergemakkelijken heb ik een Philips Avent gekocht. En een Philips Avent is een stoom- en mixmachine in één. Nou, ik heb hem in de afwasmachine gestopt. Dat is ook wel handig dat dat in ieder geval kan. En nu moet ik dus zien te bewerkstelligen dat ik die ook weer goed in elkaar terugzet. Even kijken. Even kijken hoor. Dus dat moet dan zo. Dus in ieder geval snijgedeelte. Even kijken of het zo goed in beeld is allemaal. De Philips Avent. Even kijken. Nou, ik heb echt werkelijk geen idee hoe dit in zijn werking gaat. Ik heb ook de verpakking al weggegooid. Dat is handig, niet? In ieder geval, ik ga jullie er niet mee vermoeien om jullie mee te nemen in het proces dat ik ga uitzoeken hoe het stoomapparaat werkt. Dus ik kom zo bij jullie terug. Nou, middels een half uur verder. Ik ben echt niet goed in dingen in elkaar zetten en uitvinden hoe dingen werken. In ieder geval, ik ben erachter. We gaan eerst... Oh, dat gaat lekker. Ik wilde water erin gaan gooien, maar ik denk dat ik eerst even moet gaan dweilen. Oh, je bent ook op jou gekomen, vriendje. Oh, gelukkig dat het koud water was dan. Ja. Nou, houd de vloer naar de galmiezen. Ik hoop niet dat dat een relatiebreuk betekent. Maar goed. Hans weet inmiddels wel hoe slecht ik ben in koken en alles wat daarmee te maken heeft. Dus dat dit gebeurt is hem niet vreemd. In ieder geval water. Die moet dus in het stoomelement. Nou, het stoomelement dat heeft even 10 minuten geduurd voordat ik dat wist te vinden. Maar dat zit dus hier aan de zijkant. En dan, waar is mijn water nou weer? Oh, hier is mijn water. Dan gooi ik. Ik heb ingeschat dat worteltjes stomen en zoet aardappeltje stomen 15 minuten gaat duren. Dus je haalt voor 15 minuten, staat gelukkig op de maatbeker aangegeven, pak je water. Zo. Ja, schat, wat is er nou? Wil je je giraf? Giraf, waar is giraf? Je giraf. Niet op de grond gooien. Oké. Nou, water zit erin. Dat heb ik in ieder geval gevonden waar het in moet. En dan ga ik nu de aardappeltjes schillen en de worteltjes schillen in hele kleine stukjes. En als dat gebeurd is, dan druk ik op een stoomknop. Nou, waar die zit moet ik ook nog even uitvinden. Dan draai ik de maatbeker draai ik om. En die gaat dan vervolgens het eten mixen, zodat het ook echt een beetje een pureetje wordt. Dus ik ben erg benieuwd. Ik vind het spannend. En ik hoop dat het na dit avontuur wel lekker wordt opgegeten. Dat mijn harde werk wordt gewaardeerd. Hè, Alexander? Ja? Ja? Jij gaat eerst jouw giraf opeten? Ga je eerst jouw giraf opeten? Ja? Voorlopig wil je heel graag melk. Dat gaat maar door. Ja, schat? Ja. Jij bent Cookie Monster, hè? Ja. Ben je een beetje moe? Hm?
Ben je wel wakker voor je eerste hapje straks? Mama is al 3 uur bezig voor jouw eerste hapje. Ja. Ja. Lekker hè, lieverd. Hm? Oh, was dat het? Nog een beetje? Hm? Nog een beetje? Nee? Giraf? Ja, die wil je altijd wel, hè? Nou. Nu heb ik dus zeg maar het ene onderdeel in het andere onderdeel geschoven. En dat ging heel makkelijk. Alleen de groenten moeten er nog in. En ik krijg dus dat ene onderdeel er nu niet meer uitgeschoven. Dus ja, give me some time. Mama kan zo niet filmen met dat geschreeuw. Nee. Schat, wat is er? Nee, die giraf kan niet in je mond. Dat past niet. Althans, nog niet helemaal. Alleen het oortje past. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee, ik kan er niks aan doen. Nou, ik denk dat ik Hans moet gaan roepen, want ik krijg dat ding echt niet meer van het ding, zeg maar. Lieverd, moet ik hem afpakken, die giraf? Hm? Dat is niet te geloven, hè? Nou, Alexander wordt altijd super boos op de giraf. Dus ik heb nu een soort van krabhandschoentje. Of een bijthandschoentje. Nee, dan moet je hem niet afdoen. En daar kan hij dan op kouwen. En over het algemeen wordt hij daar wel wat rustiger van. Dus dan proberen we dat maar. Want anders dan horen jullie helemaal niets van mijn vlog. Lekker schat. Oh, nee, niet hier ook boos op worden. Hè? Nee, niet afdoen dan. Maar ik heb er dus echt een hekel aan om Hans te roepen voor dit soort dingen. Want dan zegt hij weer, oh ja, dat komt omdat vrouwen geen ruimtelijk inzicht hebben en dergelijke. Dus ik wil even zelf uitzoeken hoe dat ding losgedraaid wordt, zeg maar. Zodat ik de groente daarin kan steken, zodat het gestoomd kan worden. Maar het staat echt nergens in het boekje hoe het werkt. Het staat wel in 12 talen hoe de groenten gestoomd moeten worden, maar niet hoe je dat apparaat ontleed krijgt zodat de groenten erin kunnen. Dus ik snap echt dat moeders Olvariet kopen. Ik begin het steeds beter te begrijpen. Hele Bijbel. Hele Bijbel zit erbij. Bijthandschoentje is in ieder geval succes. We hebben geen woedeaanvallen meer. Zo. Blender en stomer in één. Deze mooie witte met groen afgewerkte blender is zeer compact en ideaal om de juiste precisie te krijgen. Krijg het gewoon echt niet voor elkaar. Nou, daarnaast wordt hij nog geleverd met een groen spateltje. Een kunststof maatbeker met een inhoud van 45 centiliter. Kijk, hij gaat open. Hij gaat open. Oh, wacht. En als we op de blender voet, of ja, motorblok eigenlijk zelf gaan kijken, dan zien we dat hij hier aan de achterkant een vulopening heeft, zodat je natuurlijk met de maatbeker de blender voet kan vullen, zodat hij gebruik kan maken van zijn stoomfunctie. Nou, het werkt in principe vrij simpel. Ja. De deksel van de mengbeker. Ja, zie je? Nou, dit doe ik dus nu al een uur en het lukt niet. Oké, overnieuw. De terug op. Oké. Okay. Nou, het werkt in principe vrij simpel. Je opent de deksel van de mengbeker. Daarin kan je natuurlijk al je ingrediënten stoppen. Ja, het ziet er echt. Hij zegt ook echt bij die handeling. Het werkt heel simpel. Maar vrij simpel. Je opent gewoon de deksel van de mengbeker. Ja, ja, ik weet het maar. Vervolgens plaats je de deksel gewoon de terug op. En kan je op deze wijze op de voet plaatsen.
Ik zit al een uur aan dat ding te draaien en ik krijg hem dus echt niet open. Of volgens mij zit hij er een soort van schuin ingedraaid. Misschien ligt het daar aan. Ben ik gewoon eigenlijk heel slim, maar heb ik hem gewoon verkeerd en schuin ingedraaid, waardoor hij gewoon niet meer open kan, heb ik hem gewoon kapot gemaakt. Nou, ik denk het overigens niet, maar Hans nog steeds niet geroepen. Het is serieus gelukt. Het was gewoon eigenlijk heel simpel inderdaad. Er gewoon met je duim tegen aanduwen en toen was het er binnen no time vanaf. Dus, oh, halleluja. Ik ga nu de groenten hier instoppen en als het goed is worden de groentes dan gestoomd. Met de stoomknop, ja. Nou, het zit in stopcontact. En je zou zeggen, zo staat hij uit. Zo staat hij aan, gaat hij stomen. Maar gebeurt niks. Het is echt niet te geloven dit. Nee, er komt niks van warmte. Echt water erin gedaan. Oké, nou, nog maar even op YouTube kijken. Ik had hem dus andersom. Kijk. Je zou zeggen, we doen het zo. Maar ja, dat doet hij dus niet, want dan zit hij dus verkeerd. Ah, oh my god, dit is echt... Als je weet hoe het werkt, is het een topuitvinding. Dus als het goed is, worden nu de groenten gestoomd. Oh shit, zit er veel in, denk ik. Nee, zo is het. Ja. Ja, nee, het komt goed. Het komt goed. Het wordt gestoomd nu. Ik ga even bij mijn kind kijken. Nou, de groente die is gestoomd volgens mij. En nu staat er op de verpakking dat we vervolgens zo moeten doen. Omdraaien. En dan moet er iets gaan snijden. Maar ik ben dat snijding er vergeten in te doen. Dat is denk ik niet zo handig met hete groenten. Het begint inmiddels donker te worden, dus ik heb het licht aangezet. Alexander maakt ruzie nog steeds met de giraf. Of eigenlijk moet ik zeggen weer met de giraf. Lieverd, waarom doe je zo lelijk tegen de giraf? Kom, het is toch een lieve giraf? Zeg maar ai. Ja. Daar hoef je niet boos op te zijn. Zo. Ja. Geef maar kusje. Ja, goed zo. Oké, nou dat mes dat zit er inmiddels in. Dus volgens mij... Oh jezus, hij doet het. Oh, ja. Leuk. Nou, kijk. Dit was dus heel simpel inderdaad. Die deksel afschroeven. Even kijken. Hebben we een voedsel? Nou. Niet slecht. Oké, nou. Nu laat ik het even afkoelen. En dan ga ik het zo aan mijn zoontje voeren. Nou, gaan we hapje eten? Kom, schat. Kom. Doe maar hapje. Hap. Doe dan. Nee? Ja, mama kan niet zo goed koken. Dat weet ik. Maar je moet het toch opeten. Kom. Kom. Mam. Doe dan. Lekker hè? Lekker hè? Die lepel is misschien een beetje te groot. Wacht, nee. Niet aan bord. Even los.
Nou. Ander lepeltje. Kom. Kom. Doe dan. Am, 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 am. Nou, nog niks doorgeslikt. Kom. Oh. Jezus. Hapje? Goed zo. Is een traan in zijn ogen. Niet zo vies gehad, nee toch? Nou, die stoel kan ik ook weggooien. Oh. Goed zo. Moet wel hier naar een bad, hè? Ja. Kom net uit bad vandaan. Moet je weer in bad? Hij is er wel nieuwsgierig naar. Ja. Hij steekt het wel in zijn mond, maar hij spuugt het vervolgens uit. Dat doe je ook altijd met mijn eten. Cool. Goed hoor, voor de eerste keer. Goed hoor. Nee, je hebt genoeg gegeten. Nog één klein hapje? Nee. Nog één klein hapje? Oké, nog één klein hapje dan. Goed zo. Ja. Yummy. Yummy. Nee, toch niet? Toch niet yummy. Ik ga jou in bad stoppen, lieverd. Ja? Morgen weer goed verder. Goed gegeten. Morgen weer verder. Nou, ik heb hem even in badje gelegd. Oh, maak ik je nou weer wakker? Verdorie. Even je oogjes dicht. Hij is helemaal kapot van alles. Eerst ruzie met de giraf. En toen zijn eerste hapje. Ja? Ga maar slapen, schatje. Ja. Echt een hele leuke verrassing. Sorry hoor, ik moet even uit. Corona! Nee. Hele leuke verrassing deze morgen. Ik ben zojuist gearriveerd op kantoor met mijn mannetje. Die is een beetje chagrijnig, want die is net wakker. Oh nee, niet. Ben je vrolijk weer? Oh, hij is weer gelukkig. En nou, hele leuke verrassing, want Mr. en Mrs. Green hebben we uitgebreid met vitamines. En Mr. en Mrs. Green is ja, de 100% natuurlijke productlijn die wij op de markt brengen. En we hebben ervoor gekozen om in ieder geval 7 soorten vitamines aan het assortiment toe te voegen. Een multivitamine natuurlijk. En een DIM-supplement. DIM slik je om als het ware de hormonen in balans te houden. Een calciumtablet voor sterke botten en tanden. Omega 3, dat is een visolie. Het is heel gezond om dat naast je voeding bij te slikken. Een vitamine C, antioxidant, is voor het verbeteren van weerstand. Een Q10 supplement is heel goed voor de hart- en bloedvaten. En een probiotica voor het onderhoud van je darmen. Nou, er staat een hele uitgebreide uitleg op onze website over wat de supplementen precies doen en wat er allemaal in zit. www.mrandmrsgreen.com. En ja,
Mocht je interesse hebben in het pakket, dan doen we ook dit keer weer een hele leuke winactie. Dus degene met de leukste reactie, die maakt kans op dit volledige pakket. En schrijf onder mijn vlog even waarom jij vindt dat je dit pakket moet winnen. Vorige keer, of eigenlijk alweer twee vlogs geleden, hebben we ook een winactie gedaan met een ander Mr. Mrs. Green pakket. Toen hadden we ook 7 verschillende supplementen toegevoegd. En ja, daar hebben we echt enorm veel reacties op gekregen. Echt super bedankt daarvoor. De telefoon gaat. Momentje. Zijn we weer? Ja, het loopt hier een beetje storm. Want we hebben bij Sazero hebben we een hele leuke actie. We hebben een kennismakingsbehandeling in de aanbieding. Dus de telefoon staat rood gloeiend. Dus ik probeer even heel snel nog een leuke afsluiting te filmen met jullie. Want de winactie van vorige keer is gewonnen door Ilva Ketelaar. En Ilva heeft geschreven dat ze het pakket heel graag zou willen winnen omdat ze een rot jaar heeft gehad. Zij heeft namelijk een kindje verloren. Nou, ik heb het zelf ook meegemaakt en dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. Dus wij willen eigenlijk een beetje een hart onder de riem steken en willen heel graag het pakket naar haar opsturen. Ilva, stuur alsjeblieft je adres naar info@mrandmrsgreen.com. Zie hieronder het e-mailadres en dan zorgen wij ervoor dat het pakket ASAP jouw kant uitkomt. In ieder geval, de vlog komt voor deze week weer ten einde. Hartstikke leuk dat je weer kijkt. Oké, lukt niet even. Kut, sorry. Ja, dan moet je even eruit knippen. Ik ben geen presentatrice, jongens. De vlog ga ik bij deze helemaal afsluiten. Leuk dat je weer hebt gekeken. En over 2 weken zijn we er weer met nieuwe avonturen. Tot dan.